Nieuwe avond van de week, op doel. Ik heb gekozen voor de keeper van Bournemouth. Speelde tegen Tottenham Hotspur, die eindigde met 9 man. Maar Mark Travers was in de eerste helft geweldig, pakte alles. En daar raakte Tottenham een beetje van over de kook. Een rode kaart van Heung-min en in de tweede helft een rode kaart van Juan Foyt. En hij debuteerde, was een hele jonge jongen, 19 jaar, een Ierse international, jeugd international. Mocht voor het eerst keeper. En het is natuurlijk een lekkere wedstrijd om je carrière in de Premier League mee te beginnen. Tegen Tottenham de nul houden en winnen. Dan de verdedigers. Ik ga ze gewoon alle drie uitlichten, heel kort. Voor de verandering. Op links heb ik Adrián Pedrosa staan, de linksback van Espanyol. Deed of doet mij denken aan Jordi Alba. Tegen Atletico was hij mede verantwoordelijk voor de 1-0, het eigen doelpunt van Godin. Esposa begon in zijn eigen 16 meter gebied met rennen. Rennen de hele linker flank over en gaf de bal voor. En Godin die gleed hem binnen. Maar deze jongen die is 20 jaar uit de opleiding van Espanyol en maakt een prima indruk. Dan heb ik in het midden Kurtzuma van Everton. Wordt gehuurd van Chelsea. En Kurtzuma kwam natuurlijk op hele jonge leeftijd onder Mourinho bij Chelsea, brak hij een beetje door. Grote jongen, en heeft een tijdje stilgestaan, heeft bij Stoke City bijvoorbeeld gespeeld, een slecht seizoen doorgemaakt. Maar nu bij Everton heeft hij het weer opgepakt en vormt hij een geweldig koppel met Michael Keane. Staat hij links centraal in de verdediging. En ik denk dat Everton er alles aan gaat proberen om hem definitief over te nemen van Chelsea. Want hij doet de laatste weken echt heel erg goed en staat zijn mannetje als linker centraal verdediger. En ze houden ook heel vaak de nul, de laatste 6 wedstrijden 5 keer de nul gehouden. Vandaar Kurtzuma. Rechts heb ik Ryan Fredericks. Die is vooral de laatste weken bij West Ham aanwezig. En hij valt ook erg op. Hij is afgelopen zomer overgekomen van Fulham. Speelde heel lang niet. Afgelopen jaar stond hij in het Championship elftal van het jaar. Hij heeft een tijdje nodig gehad om aan te haken bij het niveau van West Ham. Maar nu was hij de grote uitblinker bij West Ham tegen Southampton. En na afloop van de wedstrijd zei hij voor de camera van BBC, geloof ik, ik heb wel bewezen dat West Ham geen nieuwe dure rechtsback hoeft te halen. Want ik ben de man en ik kan hier de komende jaren gewoon de rechtsback zijn. En ik moet zeggen, hij maakt op mij echt een prima indruk. Dan het middenveld. Ik wil er eigenlijk 3 uitlichten, maar we kijken wel hoe ver we komen. Maar eerst even Joshua Kimmich, die bij Bayern München voetbalt en al een aantal seizoenen Laan vervangt. Maar die staat nu op 17 of 18 assists voor Bayern München in alle competities. En dat doet hij eigenlijk geruisloos. En Bayern München kan komend weekend kampioen worden. En het gaat eigenlijk nooit over Joshua Kimmich. En ik vind hem echt een van de beste rechtsback ter wereld. Hij kan ook als 6 spelen bij de nationale ploeg. Daar speelt hij als verdedigende middenvelder. Je kunt hem ook gewoon rechts voor inzetten. En dan geeft hij de ballen prima voor op Lewandowski. En dat is een jongen die eigenlijk waar het zelden over gaat, maar die wel altijd daar staat. En dat is de ultieme rechtsback, lijkt mij. En ik heb hem dus op rechts al afgezet. Dan Bruno Fernandes. Die zal niet zo heel lang bij Sporting actief zijn. Hij is ook het hele seizoen in vorm. En Marcel Keizer is natuurlijk trainer van Sporting Lissabon. En heeft de afgelopen weken alles gewonnen. Mede dankzij de doelpunten en assist van Bruno Fernandes. En hij heeft 50 wedstrijden gespeeld voor Sporting dit seizoen. Heeft er al 31 gemaakt. Doelpunten heb ik het over. Hij staat op 2 doelpunten van de topscorer in de Portugese competitie. Als aanvallende middenvelder. Heeft ook nog heel veel assists. 17 assists in al die wedstrijden. En voor een middenveld zijn dat natuurlijk ongelofelijke statistieken. En ik begrijp wel dat Manchester City heel veel geld wil neerleggen bij Sporting om hem over te nemen. Want deze Bruno Fernandes is veel te goed voor de Portugese competitie. En elke keer als ik hem zie spelen, dan denk ik, wauw, wat een voetballer. Die moet getriggerd worden om op een hoger niveau te gaan presteren. En ik zag de wedstrijd Belenenses tegen Sporting Lissabon. En als je het niet gezien hebt, moet je toch even bijvoorbeeld op YouTube gaan kijken naar de samenvatting of zo. Dan speel je dus op een veld met een sintelbaan eromheen in een compleet leeg stadion. En dan moet je toch wel kunnen opbrengen om 3 keer te scoren. En ook nog een assist te geven. En gewoon er aanwezig te zijn en echt te willen voetballen. Je moet wel motiveren. En in Nederland zeggen we wel eens, ja, Excelsior uit, daar hebben we niet zoveel zin in. Maar Belenenses uit is nog veel erger. En sowieso de hele Portugese competitie speelt een paar topwedstrijden. En voor de rest is het, dan moet het uit jezelf komen. En Bruno Fernandes is een geweldige speler, aanvoerder van Sporting. En echt toe aan een stap hogerop. Maar dat kan iedereen zien die hem ziet voetballen. Dan de aanval. Fabio Cagliarella, topscorer van de Serie A. Op weg om topscorer te worden. Voor Cristiano Ronaldo, voor Duvan Zapata, voor Piatek. En hij is 36 jaar. En het is ongelooflijk om te zien. Hè? En er zit natuurlijk wel een verhaal achter deze jongen. Fabio Cagliarella ging ooit naar zijn droomclub, naar Napoli. En kwam daar in de ban van een corrupte politieagent die hem ging bedreigen, ging stalken.
En op een gegeven moment kon hij helemaal niet meer functioneren en moest hij weg bij zijn droomclub vanwege dat gedoe met zijn stalker. Hij mocht er ook heel lang niet over praten, dus hij liep eigenlijk in zijn eentje met zijn problemen rond. En dat is een tijdje geleden, 1,5 jaar geleden, is dat opgelost. En dat heeft hem helemaal bevrijd als voetballer. En hij bleef nu zijn 14e jeugd bij Sampdoria en is op weg om topscorer te worden. En ik vind het wel mooi om te zien. Het is een hele zachtaardige, vriendelijke, leuke jongen die ook weer international is geworden. En afgelopen weekend tegen Parma een strafschop maakte en ook nog een bal prima binnenschoot. En hij doet hem een beetje denken. En hij is een beetje van de Klaas-Jan Huntelaar League. Een jongen die gewoon, als het op afronden aankomt, wereldkampioen is. Afronden is altijd een doelpunt. Het zijn geen jongens die opvallen door de sprints die ze de hoek... Ze trekken niet de hoek in. Ze doen geen vreemde acties of ballen door de benen door. Nee, gewoon zodra die bal ergens voor zijn voeten valt, is het bingo, raak. En dat soort spitsen, die worden misschien niet zo heel erg gewaardeerd. Maar die heeft elke elftal wel nodig. Want het is toch wel lekker als je Cagliarella hebt en je krijgt een strafschop en het is raak. Of het staat 2-2 en een bal komt voor zijn voeten en het staat 3-2. Nou, heerlijk. En deze jongen verdient ook wel op basis van de afgelopen jaren. Hij heeft toch wel heel zwaar gehad. Het is leuk om te zien dat hij er helemaal bovenop is. Cagliarella. Oké. Ik zal zijn naam vast verkeerd uitspreken. Cagliarella. Ja. Fabio Cagliarella, lekker. Lekker. Maar ik vind het wel mooi om te zien, van die oude spitsen, dat is toch wel 36 jaar. En bijvoorbeeld... Even oud als jij, hè? Ja, maar dat is toch wel bijzonder. Net zo oud als ik en dan gewoon topscorer worden van de Serie A. Maar wat denk je van Claudio Pizarro? Dat is, zeg maar, die is 40. Die staat bij Werder Bremen onder contract. Die staat nooit in de basis. Maar als Werder Bremen het nodig heeft, stonden we tegen Dortmund achter. En Claudio Pizarro komt erin. Kan eigenlijk niet meer bewegen. En je ziet het ook aan dat hij 40 is. Maar ja, hij is nog altijd wel net op de juiste plek. En belangrijk met doelpunten. En hij zorgt toch voor chaos en paniek. Dat vind ik wel knap op die leeftijd. Nou, dat geldt voor Cagliarella. En voor jou. En voor mij.